Welkom bij deze nieuwe video. Wat super fijn dat je hier weer bent. In deze video neem ik je gewoon mee in een paar dagen. Maar ik ga er hierbij extra op letten dat ik wat dingen doe waar ik energie van krijg. Dus ook wel energy givers. Wat kleine dingen die je gewoon in het dagelijks leven kan doen om je beter te voelen. Haal lekker uit deze video wat je eruit wilt halen. En ik hoop natuurlijk dat je er zelf ook energie van krijgt. En dan gaan we verder met deze ochtend. Super leuk dat je kijkt naar deze video. Het is vandaag dinsdag 9 januari. De zon schijnt. Volgens mij is dit echt letterlijk de eerste dag in januari dat de zon schijnt. En ik ben gewoon gelijk blij. Ik had weer super veel zin om te filmen. Dus vandaar dat ik deze video opneem. Ik heb de laatste paar weken en dagen echt gewoon de intentie om op te staan en te denken van... wat kan ik vandaag doen waar ik energie van krijg? En vandaag dacht ik, oké, de zon gaat schijnen. Ik moet gewoon een zonsopkomst bekijken. Dus dat ben ik gaan doen. Ja, ik weet niet. Ik vind het echt super leuk om weer terug te zijn op YouTube. Ik was natuurlijk al heel de tijd actief gebleven. Maar ik heb nu gewoon veel meer inspiratie. En ook vaker dat ik denk van... ik pak gewoon de camera erbij. Ook al weet ik nog niet helemaal wat ik ga doen. Het hoeft soms niet al een heel uitgewerkt idee te zijn om te gaan beginnen met opnemen. Het hoeft niet helemaal goed te zijn voordat je gaat opnemen. Soms komt het ook wel juist tijdens de video en... ja, ik merkte dat ik me heel erg liet tegenhouden met content maken en plaatsen. Omdat ik dan dacht van oké, als ik het doe, dan moet het goed zijn en dan moet het inspirerend zijn. Maar soms zijn het ook juist de minder perfecte dingen die kunnen inspireren of die gewoon leuk zijn om naar te kijken, vind ik zelf, ook bij anderen. Dus daarom dacht ik van weet je, laat ik gewoon af en toe gewoon random de camera erbij pakken of random iets op Insta zetten. Dat heb ik nu dus ook echt. En ik merk ook echt dat ik met social media, als we het dan hebben over Instagram en House of Waves social media, dat ik echt in een soort van freezing modus zat de afgelopen weken. En dat ik gewoon echt totaal niet wist wat ik moest plaatsen daar. En ik moet zeggen dat ik het nu nog steeds niet echt weet, maar dat ik denk van ik ga gewoon dingen plaatsen. Want het hoeft niet perfect te zijn. Wat ik aan het doen was... was eigenlijk, ik was aan het wachten dat ik een idee had dat goed genoeg was om te plaatsen. Maar wanneer is iets goed genoeg? Dat is ook echt mijn perfectionisme die dan zegt van het is niet goed genoeg. Dus plaats maar liever niks dan iets dat niet helemaal, ja, dat niet inspirerend of motiverend genoeg is. Maar ja, zoals ik net ook al zei, het zijn soms juist de alledaagse dingen die ook, ja, iets kunnen overbrengen. En ik heb zoiets van, als ik goede intenties heb met wat ik plaats, dan is het sowieso goed. We starten gelijk met een hele storytime. Maar wat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is, soms moet je maar gewoon beginnen. Ook al voel je je er niet klaar voor. Wanneer voel je je er wel klaar voor? Dat is als je gewoon begint. We zijn back en ik heb geen idee wat het allemaal gaat worden, maar dat maakt niet uit. Ja, ik ga je gewoon meenemen in mijn leven deze dagen en we gaan zien wat ervan komt. Laten we gaan beginnen. Ik heb er zin in. Als je mijn doelenvideo hebt gezien, dan heb je misschien ook wel deze contentplanner gezien. Maar dit vind ik dus echt heel erg fijn, want het zorgt gewoon voor dat ik alles goed kan organiseren. Dit is in Notion trouwens. Dus dat wil ik even laten zien. Dit is gewoon waar ik dat allemaal in plan. Ik heb hier bijvoorbeeld alweer 3 video-ideeën klaarstaan. Daar ben ik aan begonnen om dat een beetje in te vullen. Daar heb ik afgelopen ochtend een beetje aan gewerkt. En ik ga nu samen met Anne naar het strand. Wat House of Waves foto's maken, maar ook genieten van de zon, want het is echt heel mooi weer. Wel koud, maar wel mooi. Ik heb ook echt 1000 lagen aangedaan vanochtend. Dus dat is top, want dan krijg ik niet koud. Dus ik neem jou mee en laten we gaan. Het is zomer in onze auto. Nu ik het zo terugkijk, ziet het er inderdaad heel apart uit. Maar we liepen er achteruit omdat de wind zo koud was in ons gezicht dat we niet meer vooruit konden lopen. Dus hebben we het maar zo gedaan. En toen gingen we nog gezellig ergens wat drinken en eten in een cafeetje. I want you to come.
de ochtend deed ik wat dingen die ik al een tijdje had uitgesteld en ben ik gaan wandelen. En toen in de middag gingen we hier zo naar Rotterdam, naar de T-Lab om daar te gaan werken / studeren. Het is af en toe gewoon zo leuk om eventjes een werk / studeerdagje te romantiseren en ergens anders te gaan zitten en wat lekkers te bestellen. En gewoon even een andere omgeving kan soms echt wel motiveren. Dus dat is wat wij ook deze middag hebben gedaan. Vandaag donderdag 11 januari. Heel de ochtend probeer ik mezelf er al toe te zetten om iets te gaan doen. Maar ik word gewoon afgeleid. Ik weet niet wat het is. Het lukt me gewoon echt niet om te beginnen. Het klinkt zo dramatisch hoe ik het nu vertel. Vanochtend was ik op zich best wel vroeg op. Toen heb ik gewandeld, zonsopkomst bekeken. En toen dacht ik, oké, let's go. We gaan ervoor. En toen kwam ik thuis en ik weet niet. Als je mij gewoon vraagt, wat heb je het afgelopen uur gedaan? Ik weet het gewoon niet. Ik weet eigenlijk niet wat het hele punt is van dat ik dit vertel. Op zich, ik heb wel energie, maar als ik dan wil beginnen, dan lukt het gewoon niet. Ken je dat gevoel dat je gewoon wilt beginnen aan iets en dat je gewoon geen idee hebt hoe? Nou ja, ik ga me ertoe zetten om iets te gaan doen, want ik wil gewoon aan het werk. Ik heb genoeg tijd vandaag en daar wil ik ook gebruik van maken. Dus ja, laten we gemotiveerd worden. We gaan het gewoon doen. We hebben nog een hele dag voor ons. Let's get motivated. Deze avond heb ik een avondje voor mezelf, dus ik besluit wat kleine dingen te doen waardoor ik me beter voel. Eigenlijk een soort self-care night. Eventjes een rustige avond voor mezelf waarin ik helemaal niks hoef behalve dingen doen die ik zelf leuk vind. Sammy kwam ook lekker bij me knuffelen, wat echt super schattig was. Ik vind het echt belangrijk om, ondanks dat ik altijd dingen te doen heb in mijn hoofd, ook gewoon bewust een avondje voor mezelf te nemen en ja, wat dingen te doen waar ik echt zelf energie van krijg. Ik heb vaak ook, als ik overprikkeld ben, dat ik nog meer door Insta ga scrollen of mezelf ga afleiden met dingen die alleen nog maar meer prikkels geven. Wat eigenlijk natuurlijk totaal niet helpt. Dus daarom probeer ik ook echt af en toe bewust zo'n avond als dit te doen. En ja, mezelf te reminden dat het oké is om af en toe rustig aan te doen. Ook al heb je in je hoofd dat je nog veel dingen moet doen. Want je hoofd zegt altijd dat je veel dingen moet doen. Maar soms mag je ook niks doen. En ik voel me daarna altijd beter. Dus gewoon eventjes journalen, favoriete serie kijken en mezelf reminden dat dat oké is. Want je verdient rust. Ondanks wat je ook allemaal te doen hebt. Dus bij deze ook de reminder voor jou. En we gaan bij deze ook de video afsluiten. Ik hoop dat jij het heel erg leuk vond om naar te kijken. Ik heb het met heel veel plezier opgenomen en ik hoop dat je er ook energie van hebt gekregen. En als je tot het einde hebt gekeken, laat dan je favoriete emoji achter. En dan zie ik jou volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!